Iemand kwam op het idee om hem burgemeester te maken, om Snoop Dogg burgemeester te maken van Amsterdam. Top idee. Ilja Meevoud is geboren en getogen in Amsterdam en hij is al zo'n 13 jaar de meest toonaangevende hip-hop fotograaf van Nederland. Dit is toch wel een van je meest iconische foto's. Ja, deze foto van Snoop Dogg, die heb ik 10 jaar geleden gemaakt, of 11 jaar inmiddels al, in 2008. Iemand kwam op het idee om hem burgemeester te maken, om Snoop Dogg burgemeester te maken van Amsterdam. Top idee voor hen, die zou de ketting van Amsterdam omdoen om Snoop Dogg. En de jeugd van tegenwoordig, die zouden wethouders worden. En dus toen werd het meer een soort ontmoeting tussen de jeugd van tegenwoordig en Snoop Dogg. En, ja, hij had dat shirt aan toen ik in de kleedkamer kwam. Ik zei gelijk van wat een mooi shirt heb je aan. Ja, ik merkte dat het moment dat we daar waren heel snel weer voorbij zou gaan. Maar ik ben een hele grote Ajax-fan, voetbalfan. Ik voetbal mijn hele leven. Ik ben opgegroeid met hip-hop, Snoop Dogg. Wat ik zag, dat voor mijn neus zag, moest ik vastleggen. En ik vroeg, mag ik een foto maken? En hij ging zo voor me staan, wedstrijdtekens. Ik zeg, nee. Ik wil graag daar voor die deur een foto maken, want het beeld van Snoop Dogg met het shirt vond ik zo sterk dat ik dacht van nou, ik heb dat allemaal niet nodig. Ik kreeg 5 seconden, 2 frames en dit is de tweede en hier op de expo zie je en in het boek zie je allebei de foto's. Zoals ook in het boek, het is een beetje chronologisch. Hij fotografeerde vele Nederlandse artiesten, zoals Lil Kleine, Hef en de jeugd van tegenwoordig. Maar ook grote internationale artiesten, zoals Snoop Dogg dus, Lil Wayne en Kendrick Lamar. Nu brengt hij zijn eerste fotoboek uit, genaamd Portraits of Hip Hop. Met dus allemaal hip-hop artiesten, maar ook foto's van de plek die voor hem het meest inspirerend was. De Bijlmer. Denk ik ook wel interessant voor hip-hop liefhebbers, weet je. Dat ze perspectief op hip-hop hebben van iemand uit de Bijlmermeer. En dat je een beetje kan zien, ja, waar ik vandaan kom en ook wat me heeft geïnspireerd. Deze buurt is altijd in ontwikkeling geweest. Er zijn altijd heel veel problemen geweest. En ik heb het idee gehad dat er niet altijd aandacht is geweest ook voor die problemen. Dus als je zelf daaruit komt en het zijn ook, ja, wat extremere omstandigheden, denk ik, dan gemiddeld in Nederland. Dan zie je ook de dingen die niet kloppen. En ik denk dat hip-hop een stem kan geven aan mensen die normaal geen stem hebben. Voor mij is fotograferen een manier om mezelf te uiten. En het is niet zozeer dat ik een fotograaf was die een onderwerp heeft gezocht. Weet je, dat ik een subcultuur heb gezocht, dat ik rappers interessant vond om ze vast te leggen, of dat ik graag bekende mensen wilde vastleggen. Ik ben gewoon gaan vastleggen, nogmaals, weet je wat ik net zei, gewoon wat ik belangrijk vond en vind. En omdat ik zag dat er in Nederland niet zoveel aandacht was in de media voor hip-hop, op een goede manier vond ik. En niet op een echte manier, niet hoe ik het ervaar. Dus ik dacht van ja, wanneer ik in de positie ben om iedereen te kunnen fotograferen en mensen vragen me, ja, dan ga ik mijn best doen. En, weet je, het gaat ook niet per se om het geld. Ik heb altijd de waarde gezien in de beelden. En ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad van ja, ooit kan ik er een boek van maken. En dat heb ik nu gedaan.